Ik ga voor staan. Voor de inzet in het Midden-Oosten, die hadden twee kleuren. Je kon ze kiezen in deze kleur, in het groenachtig grijs. Maar er was ook nog een variant en die was een beetje geelachtig zandkleuren. Dus dat wijkt af van de lege groen zoals we dat bij de andere voertuigen zien. Dus dit is een... Zoals je ziet, ziet u de twee voertuigen die hier op het veld rondrijden. Die nu voorbij komt, dat is een personal carrier. En die personal carrier die is ervoor bedoeld om bijvoorbeeld manschappen in het terrein af te leveren, bijvoorbeeld infanteristen. Er zullen straks wat manoeuvres met deze rupsvoertuigen uitgevoerd worden. Hier ziet u een tank aankomen, maar daarachter, ja, hij maakt een beetje rook, maar het is geen rookgordijn hoor. Het rupsvoertuig wat u nu tussen de pilonen ziet rijden, dat is een zogenaamd bergingsvoertuig. En zo'n bergingsvoertuig, hij staat nu stil. Ik ga even vragen wat hij nu gaat doen. Een benzine is op. Oh! Nee, dit is niet zo. Hij rijdt op diesel in the first place. Maar het zou wat zijn. Goed. U ziet het voertuig, die personal carrier, die zit hier nu tussen de pilonen staan. En er zijn manschappen aan boord. Wat gaat er gebeuren? Het andere voertuig, het voertuig wat nu tussen de pilonen staat, die gaat een manoeuvre uitvoeren. En er komt een ander voertuig, die komt er nu aan en die moet het bergingsvoertuig beschermen. En u zult zo meteen zien hoe ze dat gaan uitvoeren. Want die personal carrier die werd uitgerust voor twee taken. Hij moest vracht brengen of hij moest manschappen brengen. Nou, u ziet zo meteen de deuren opengaan.
En als het goed is, moeten daar manschappen uitstappen. Want het bergingsvoertuig met die kraan erop, die gaat een klus doen. Maar in het veld is dat altijd de linkerboel. En daarom moet dat voertuig beschermd worden. U ziet hier een infanterist die gewapend de manoeuvre gaat beschermen. En er zijn hier nog drie anderen. Dus vier man moet dus deze manoeuvre in het veld gaan beschermen. Zodat de kwetsbaarheid zo minimaal mogelijk zal zijn. Op het bergingsvoertuig, wat nu tussen de pylonnen staat, moet dus een klus uitgevoerd worden en daar zit een kraan op, zoals u ziet. Die kraan is in staat om 3 ton te tillen. Er liggen daar wat banden en dat is dan eigenlijk, we hebben dat voor deze gelegenheid, hebben we daar een paar banden voor genomen. Maar dat kan natuurlijk van alles zijn. U ziet dat de infanteristen die zullen dit beschermen. En die banden die worden nu opgehezen door middel van die 3 tons kraan. En de personal carrier die gaat alvast klaarstaan om de manschappen weer op te halen. Maar op dit moment moet deze klus moet even goed beschermd worden. Ja. Nou, de personal carrier die kon ook uitgerust worden om vracht te vervoeren. En dat noemen wij dan een cargo voertuig. Nou, op dat voertuig zit ook een .50 mitrailleur. Die zit er nu niet op, maar normaal gesproken in de tijd van battle wel. En je ziet dat hij dus wat rondjes rijdt. Ook dat is ter bescherming van de klus die het bergingsvoertuig moet uitvoeren. Zo'n bergingsvoertuig is bemand met 3 man. Nee, 3 man standaard. Dus dat is een commandant. En dat is een boordschutter. En dat is de chauffeur. En dan kan het voertuig kan dan tevens 4 manschappen vervoeren. En dat is dus prachtig om ingezet te kunnen worden voor klussen zoals je dat hier een voorbeeld ziet. Nou, je ziet dat de kraan is zijn vrachtje wat hij moest ophalen, is hij nu aan boord aan het hengelen. En zolang als dat klusje gedaan moet worden, is dit natuurlijk een ontzettend kwetsbaar object. En de mannen die zullen zoveel mogelijk om zich heen kijken, scherp zien of er niet ergens een of andere vijandige beweging is om dit uit te schakelen. Dus daarom moet dat beschermd worden. Je ziet dat de jongens die zijn continu in het rond aan het kijken. Ik begrijp over mijn headset dat er een probleempje is met de kraan. Die moet normaal gesproken in kunnen klappen, maar dat doet hij dus nu niet. Dus ik denk dat... ik ga even communiceren. Ik zei dat het gewonnen. Kijk, de jongens denken ook allemaal gaan, maar ik heb het toch gehoord. Ja, yeah, it works now. Ja, ik had het niet open. Ik heb zo weer dat ding overnemen. Ja, toch goed. Maar ik heb een paar vanavond. Geschoten wordt en het kan ook gevaarlijk zijn. Dus let daar goed op. Dankjewel.
zou gewoon volgende vuur die niet als dat zo zou zijn. Thank you.
eind van de oorlog hadden één belangrijke zelf. Vechten tot de laatste man. En moesten zich niet overgeven. Dus dat zullen ze ook doen. Tot het bitterij. Wat eigenlijk betekent dat niemand eigenlijk bij de leven vanaf komt. Inspectie, kom je ook nog even te kijken. En dat zullen ze ook nu gaan laten zien.